Texas. Top dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering. Ja, wij testen voor eens en voor altijd uit wie het sterkste geslacht is. En dat doen we deze week weer met een spitterende challenge. We gaan eens grabbelen. Onschuldige hand van Piet. Heel onschuldig. De opdracht van vandaag is de Memory Challenge. Oké. En welke jongen mag die challenge aan je? Waarin Ik moet grabbelen. Deze challenge is op zich vrij gemakkelijk. Warren en Lena kregen gewoon een tekst in hun handen in de ochtend en daar hadden ze dan een uur de tijd voor om deze van buiten te leren. Op het einde van de dag moesten ze deze dan zo goed mogelijk voorbrengen na een dag vol prikkels en fun. En waar kan je beter een leuke dag leren dan in de Efteling? Ja, maar zeg, maar waar hebben jullie die tekst eigenlijk gehaald? Marie heeft die geopperd. Ja. Die tekst heb ik moeten leren op mijn toelatingsproef aan de kunstenmajoren. Ik ben dus toegelaten toen. En die heeft voor mij heel veel goede herinneringen, die tekst. Ik hoop voor jullie ook. Ja, ja. Zeker. Ja. Toch wel. Spannend. Hierin zitten dus de teksten. Nou, de eerste reactie. Dat lettertype. Oeh. Heftig. Nee. Het is niet zoveel, dat moet wel lukken, denk ik. Ja. Zou zeggen, ik zie wel veel cijfers. Dat gaat wel wat moeilijker zijn, denk ik. Maar wow, we gaan ons best doen, hè. Zeg, wat was jullie eerste gedachte toen dat jullie die tekst zagen? Ik had eigenlijk de eerste keer een beetje in paniek en ik zei zo, kei, wel cijfers staan. En ik dacht, shit. En toen ineens zag ik door dat hij eigenlijk gewoon een tafel van 7 was. Dus toen was ik zo, Oké, ik had dat ook met die cijfers, maar ik had dat ook wel inderdaad vrij snel gezien. En ik dacht eigenlijk ook dat het een langere tekst ging zijn. Ik had echt zo'n volledige pagina vol tekst verwacht of zo. Ik vind dat wel echt straf dat jullie dat in de auto hebben kunnen leren. Ik zou dat echt niet kunnen. Inderdaad. En jullie hebben dat dan moeten afgeven, die tekst, toen jullie toekwamen in de Efteling? Ja, we hebben dat moeten afgeven. En dan begon natuurlijk de dag vol afleidingen en plezier. Ja, dat is keilig. Maar dat die tekst helemaal op de achtergrond verdween. Maar het was wel superleuk, hè? Ja, dus was ik ken het niet. Dat was echt leuk. Het was echt een super toffe dag. Ja. Het was zo rustig. We konden 4 keer achter elkaar in de baron met de zonsondergang. Dat was zalig. Ja, maar dus na die fantastisch leuke dag vol plezier, moesten we dus weten welk slacht het sterkste geheugen had. Mm-hmm. Het moment van de waarheid. Nu komt het serieuze gedeelte. Ja, wie kent de tekst dan het beste? Toen ik 7 jaar oud was, logeerde ik bij mijn oma en opa. Ze bidden aan tafel en voor ze naar bed gaan. Dus vroeg ik, opa, hoe doe je dat? Oh. Bolken, dat is heel gemakkelijk. Als er iets moeilijk is, bijvoorbeeld op school of zo, dan vertel je dat gewoon en op het einde zeg je amen. Dat is alles. Wil je het een keer proberen? Dus, ik sloot mijn ogen en begon. 1 maal 7 is 7. 2 maal 7 is 14. 3 maal 7 is 21. 4 maal 7 is 28. 5 maal 7 is 35. 6 maal 7 is 42. 7 maal 7 is 49. Ja, 8 maal 7 is... Dat is een 50. 9 maal 7 is 63. 7 maal 10 is 70. Amen. Ik deed mijn ogen terug open. En zeg mijn oma en opa hand in hand. Ze knepen in elkaars hand. Opa zei, dat is het mooiste gebed dat ik ooit heb gehoord. Hé, Marie? Ja, zei oma. Het was prachtig. Zeg, maar zo straf dat jullie die tekst helemaal konden onthouden. Ik zou dat echt niet kunnen. Ja, ik vond het ook echt wel straf, maar er kon maar één iemand van jullie de beste zijn. Hè? Ben je klaar, man? Ja. En de winnaar is... Profi.
is hè, Farah? Nee, goed gedaan. Het is jullie wel gegund, want nu staan er 2-1 en de meisjes staan nog altijd wel voor, maar toch is al een beetje... Wacht maar. Ja, het was echt een superleuke dag en een superleuke challenge, maar voor deze week zijn de jongens het sterkste geslacht. Yes. Ik hoop dat iedereen het een superleuke video vond en volgende week zijn we terug met een nieuwe challenge. Ja, vergeet zeker niet te liken. En subscriben. En te delen. En te reageren. Ciao!